Voorafgaand aan de wedstrijd Twente-PSV zei Renate Jansen tegen haar team: we mogen spelen, spelen voor 3000 man. Wat willen we nog meer? Nou, ik weet al wat Twente wil. Twente wil gewoon die kampioenschaal in de lucht houden. En het lijkt er toch wel op dat de 8e titel in de clubhistorie hun niet meer kan ontglippen met 3 punten voorsprong op Ajax en een bijna onoverbrugbaar doelsaldo. Daarmee gaan ze straks de laatste speelronde in. Praten over de ontknoping doe ik vandaag met gezicht van FC Afkikken Audrey de Ridder, ESPN-commentator Astrid Karsten en spits van Heerenveen Chimera Ripa. Wij gaan beginnen. Met Feyenoord, je ziet gewoon dat het wel een selectie is waar heel veel speelsters weinig ervaring hebben. Voor veel ook een eerste seizoen in de Eredivisie. En je merkt dat het een beetje op is. Was er meer interesse voor jou dan alleen PSV? Er waren wel wat interesse. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Leuk dat je luistert via je favoriete podcast app of ons bekijkt via het YouTube-kanaal van de KNVB. Vandaag praat ik je natuurlijk weer bij over het Nederlandse vrouwenvoetbal. Dat doe ik met 3 leuke gasten aan tafel. De eerste zit links van mij, rechts voor de kijker. Audrey de Ridder van FC Afkikken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij doet voor FC Afkikken ook de keukenkampioendivisie volgen. En dan word je gekoppeld aan een club. Ja. Maar jij was snel klaar. Ja, ik had een beetje pech. Want jij zat aan? Roda. Ja. Dus ik heb ook 4 uur in de trein gezeten. Mm. En toen weer terug. Ja, top. Top. Goede plek. Ja, dat was erg veel reizen. Maar goed, ik had in ieder geval tijd om in de trein alles te bekijken. Kijk, dat dus scheelt. Dat is fijn. Dus je hebt toen zeg maar het vrouwenvoetbal in de trein gekeken? Ja, ik heb onbeperkt data aangezet. En gewoon, slim. Nou, daarvoor zit je hier ook. Dus hartstikke fijn dat je er bent. In april spitste opeens onze oren bij de samenvatting van de Eredivisie bij ESPN. Want opeens dachten we, er is een vrouw die deze samenvattingen inspreekt. Haar stem klinkt al zo bekend. En afgelopen weekend was ze er weer. ADO heeft op bezoek bij Excelsior nog alles om voor te spelen. Het kan bij winst Feyenoord passeren en de 4e plek overnemen. En dat geeft toegang tot de Eredivisie Cup. En dan na 11 minuten spelen is het Jamie Ravensbergen die de intenties van ADO Den Haag duidelijk maakt. Het is matig gekiept, maar de goal staat. Excelsior komt terug uit een standaard situatie. Het is een hoekschop en Lorscheid ziet er daar niet heel goed uit. De goal komt op naam van Rachel Kleine. En dan staat het na 20 minuten spelen 1-1. Ja, we hebben hier het gezicht achter de stem. Astrid Karsten, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat superleuk. Ik was echt gewoon blij verrast. Hoe is dat zo ineens gekomen? Ik weet niet of het ineens is gekomen. Voor ons was het er ineens, hè? Ja, ik ben al sinds 2015 ongeveer bezig. 2015 was volgens mij het eerste jaar dat we als Nederlandse vrouw aan het WK meededen. Dat is een grote stap zeg maar, voor het vrouwenvoetbal. En het viel mij op dat er geen enkele vrouwelijke representatie was. In ieder geval bij het commentaarkorps. En toen dacht ik, ik roep gewoon dat ik de eerste vrouwelijke commentator op tv word. En daar ben ik voor gegaan. Afgelopen zomer al op Eurosport mijn debuut mogen maken bij de Olympische Spelen. Het vrouwentoernooi. En in april dus bij ESPN. Ja, superleuk, superleuk. En volgend seizoen gewoon naast Leonne. dat zou leuk zijn. Diederik bij deze. Dat is denk ik je baas. Diederik is de baas. Ja, als je kijkt, zou leuk zijn voor Astrid. Dat zou heel tof zijn. De samenvatting is wel echt anders dan live commentaar geven. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Maar het zou heel tof zijn als ik volgend seizoen ook weer een aantal live wedstrijden zou mogen doen. Ja, dat snap ik. Ja, wij vinden het heel erg leuk dat je bent. Dus van harte welkom. En de laatste gast hier aan tafel is een speelster die afgelopen weekend met haar club Heerenveen een punt haalde in Zwolle. Spits Chimera Ripa, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, dat vinden we superleuk dat je er bent. We hebben je echt heel veel genoemd ook in de talkshow afgelopen jaar. We hebben je goed in de gaten gehouden. En dat is ook in de Eredivisie gebleken, want je gaat hierna naar PSV toe. Als we dan gelijk met de deur in huis mogen vallen. Je hebt 1 seizoen Heerenveen gespeeld. Hoe kijk je terug op dat seizoen in Friesland? Vooral leerzaam. Echt heel leerzaam. Ik heb dingen die ik erin wilde houden en die ik eruit wilde houden, die heb ik behaald. Dus ik ben daar super trots op en ik kan alleen maar mooi vooruitkijken naar het aankomend seizoen. Ja, dat snap ik. En daar gaan we het zo meteen zeker ook nog uitgebreid over hebben. Maar hartelijk welkom. Super fijn dat je er bent. We gaan eerst even kijken naar wat nieuwtjes van afgelopen week. En daarin hebben we eigenlijk alleen maar weer
transfers te bespreken. Want ja, de Instagrams en de socials die liepen helemaal vol van blije vrouwen die weer een contract aan het tekenen waren bij een nieuwe club. En vooral twee ervaren speelsters die tekenden in Eindhoven. Na een teleurstellend seizoen in Frankfurt tekende Siri Worm bij PSV. Mooie naam om aan de selectie toe te voegen, denk ik. En uit Engeland komt over Inessa Kaagman. De teamgenoot van Inessa bij Brighton, Dani Kerkdijk, die heeft dan weer getekend bij haar oude club FC Twente. Audrey, zijn het versterkingen? Ik denk het wel. Zeker als je naar PSV kijkt, die willen ze volgens mij wel echt met de kampioenschap gaan bemoeien. Als je zo naar die transfers kijkt. Het enige wat ik nog een beetje mis is echt een spits. Dat hebben ze echt wel gemist dit seizoen. Zij willen eigenlijk toch gewoon een leugter of een... Ja, maar ze hebben nu... Ja, ja, jij gaat alles erin schieten. Ja. Ik hoorde ook al dat Van Jong wat doorschoof. Ja. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat uitpakken. Want dit seizoen miste je wel echt een vervanger voor Joelle Smit. Ja, nee, zeker. Ja, nou, die zullen ze denk ik in Shamira wel. Shamira trekt haar wenkbrauw nog even op. Maar goed, op zich hele goede namen. Natuurlijk namen die we ook kennen uit het Nederlands elftal. Was jij verrast, Astrid, door deze namen? Door deze drie bijna oud-gedienden, kunnen we zeggen, die dan naar Nederland komen? Nou, ik denk dat het wel ook een teken is dat de Eredivisie echt aantrekkelijker wordt voor ook grotere namen. Wat ik heel tof zou vinden is als de Eredivisie nog zo'n stap maakt dat het ook voor internationaal talent leuk wordt om in de Eredivisie te spelen. Dat in ieder geval met twee clubs erbij volgend jaar is dat misschien al wat aansprekender. En ik denk dat het ook nodig is als we als Nederland nog een stap willen maken op internationaal niveau. Als we in de Champions League wat meer willen... Ja. Dan denk ik dat ook nodig is. Dus het zijn leuke namen. En ik denk dat ze zeker in ieder geval de Eredivisie weer wat leuker maken. Ja, en wie weet komen er nog meer mensen bij, bijvoorbeeld bij Ajax. Maar daar wachten we nog steeds een beetje op. Dan gaan we naar de uitslagende stand in de pure energie Eredivisie vrouwen. Op vrijdag speelden Excelsior en ADO tegen elkaar. Dat werd 3-4. PEC Zwolle tegen Heerenveen werd 1-1. En dan op zaterdagmiddag om 2:00 twee geweldige affiches. Feyenoord in de Kuip onderuit tegen Ajax 1-4. En FC Twente PSV eindigde in 3-0 voor de regerend landskampioen. Nou, wat betekent dat voor de stand? Eerlijk gezegd betekent dit dat het eigenlijk wel gespeeld is. Het is nog niet officieel, maar FC Twente heeft 3 punten meer dan Ajax. En er is een doelsaldo wat bijna niet meer te overbruggen is. Ajax moet met 10-0 winnen van FC Twente om dit nog in te halen. Dit lijkt wel, gespeeld mogen we eigenlijk wel zeggen. Ze zijn dus officieus kampioen van de Eredivisie FC Twente. Ajax was tweede. Onder Ajax staat PSV met 42 punten. Ook voor hen staat de uitslag van het seizoen nu vast. ADO en Feyenoord strijden nog om de vierde plek met 36 en 35 punten. PEC Zwolle is uitgevoetbald en eindigt met 28 punten op de zesde plek. VV Alkmaar staat op 17, Heerenveen op 15. Dus dat kan op papier nog spannend worden. Laatste is en blijft dit seizoen Excelsior uit Rotterdam. Dus nog niet officieel, maar dus wel bijna officieel. FC Twente die moest tegen PSV toch echt wel winnen. Want ja, hete adem van Ajax in de nek. Werd uitgezonden op NPO 1. 300.000 mensen zaten te kijken. Maar Audrey, ik had niet echt de indruk dat Twente echt nerveus was. Nee, zeker niet. Maar dat is ook wel mooi om te zien. Dat bij Twente zijn zo goed op elkaar ingespeeld in die aanval. En dat, dan krijg je gewoon heerlijk voetbal om naar te kijken. En dan heb je ook nog een Van Doren en natuurlijk Kalma. Dat zijn echt goede speels, een goede wedstrijd ook. En ik vond het heerlijk om naar te kijken. Ja, en dan hebben ze ook Renate Jansen. Natuurlijk, ja. Die pakt eigenlijk nu dat team bijeen eigenlijk. Hè? Ze heeft een speech van tevoren, heb je het niet gezien? Check echt even de samenvatting. Zij pept dat team op en zij maakt zelf 2 doelpunten. Op een manier waarvan ik denk, dat is typisch Renate Jansen. Als het er toe doet, dan doet ze het. 1-1 op de keeper na een half uur. Het had er al eentje gemist. Ja. De tweede ging er wel in. En het tweede doelpunt van Renate Jansen ook zeker het terugkijken waard. En dan zeker even de paas van Marisha Olieslagers ook kijken. Ja, zo'n Renate Jansen, Astrid, die heb je toch gewoon nodig in een team als Twente. Ja, maar ik denk wat vooral heel knap is richting volgend seizoen eigenlijk al. Is dat ze heel veel spelers hebben weten vast te houden, nu al. Dat doen ze denk ik heel slim. Kalma volgens mij op 32, 33 doelpunten inmiddels. Ja, zoiets. Met 32, ja. Veruit de beste. Sorry, Chimène. kunnen we even nu niet omheen. Dat is prachtig om te zien. En ik denk een goede balans ook in het team tussen Renate Jansen, wat oudere, volwassene speler. Maar ook heel veel talent.
Ja, absoluut. Ja, ze zijn er dus bijna. Daphne Koster vorige week die zei van... ja, ik hoop dat PSV toch het gif nog heeft om Twente het lastig te maken. Maar zat het er ook gewoon weer niet in bij PSV, Audrey? Ja, ja, ik weet niet of je misschien ook gewoon Twente de credits moet geven. Ja. Ja, PSV is dan wel een team die wil dan een beetje op de counter spelen. En dat pakt er niet helemaal goed uit. Ze af en toe ook wel echt cruciale duels die ze verloren... de bal inleveren op plekken waar je het niet moet doen. Maar ik denk ook dat Twente gewoon heel lekker aan het spelen was. Ja, wellicht ook, ja. Ja, Chimera, jouw nieuwe club PSV... kijk je dan met extra interesse naar zo'n wedstrijd... of ben je daar nu nog niet zo mee bezig? Nou, ergens natuurlijk wel. Aan de andere kant denk ik van... ik moet eerst mijn eigen seizoen afmaken. En dat ben ik nu ook gaan aan het doen. Maar het zit natuurlijk wel in je achterhoofd. Ja, natuurlijk. Maar ja, kijk, zoals het dit seizoen is gegaan... zal het waarschijnlijk volgend seizoen niet ik meer gaan. Ik hoop het. Nee. Daar gaan we allemaal van uit. Ja, je toekomstige ploeggenoot Kika van Es... die ging geblesseerd van het veld. Laten we ook weer hopen dat het daarbij meeviel. Want ze was in tranen, dus ook met oog op het EK... hopen natuurlijk dat die blessure meevalt. En ja, bij Twente konden ze eigenlijk al een klein feestje vieren... toen inderdaad Fenna komen voor de 3-0 tekende. Volgende week een wedstrijd voor spek en bonen. Je weet het niet, de bal is rond. Maar we kunnen eigenlijk wel zeggen, de kampioen. Die is er. Ajax dan, die speelde de derde klassieker van het jaar... met bijna 15.000 mensen in de Kuip. Maar ze hadden eigenlijk geen kind aan Feyenoord. Het werd 1-4, waar de eerste klassieker nog 4-1 werd voor Feyenoord. Maar Audrey, het was een totaal andere wedstrijd, hè, de Kuip. Ja, zeker. Nou, natuurlijk hartstikke mooi dat het in de Kuip kon. Ik denk dat het voor het vrouwenvoetbal ook echt belangrijk is... dat zulke wedstrijden worden gespeeld. Eerste seizoen en dan meteen in de Kuip. Ja, en bij Feyenoord, je ziet gewoon dat het is wel een selectie... waar heel veel speelsters weinig ervaring hebben. Voor veel ook een eerste seizoen in de Eredivisie. En je merkt dat het een beetje op is. En dat had je ook halverwege het seizoen. Toen werd dat ook echt wel aangegeven dat ze er een beetje doorheen zetten. En dat merk je nu. En ik denk dat ze echt wel gemotiveerd raakten door die Kuip. Maar ze hebben niet wat je aan het begin van het seizoen had, al die energie nog. Nee, dat was echt... Ik had eigenlijk ietsjes meer verwacht, om eerlijk te zijn. Met zo bijna 15.000 mensen op de tribune, dacht ik... Ja. Nog één keer mouwtjes opstropen, maar... Ja, als er een ploeg is die het kan, dan was het wel Feyenoord geweest. Maar ja. Het zat er niet in. Bij Ajax overigens, wij zeiden net over die transfers... daar is het nog zo rustig, Astrid. Is dit een soort van stilte voor de storm? Dat ze in één keer met een fantastische video op social... toch Janice van der Zanden bekendmaken of iemand... Dat zou wel heel tof zijn. Ja, weet je, ik denk een beetje van wat borrelt daar? Hoe kan dat, dat het er nog niet is? Ja, ik denk dat ze toch ook wel echt heel veel vertrouwen hebben... in de selectie die er nu is. Ze gaan natuurlijk ook met een nieuwe trainster. Leuk. Ja. Spelen. Dus moet je ook wel heel veel veranderen dan in zo'n ploeg? Is de vraag. Want zo'n trainster moet ook wennen en daar een ploeg van maken. Dus... is het heel verstandig om daar heel veel in te gaan wisselen. Je hebt op zich een goede spits, je hebt een ervaren verdediging. Mooi middenveld. Dus ja, misschien is de nood ook niet zo hoog. Dat is waar. Dat zou kunnen. We moeten in ieder geval nog wel wat speelsters behouden, denk ik. Ja. Want er zijn er, denk ik, een paar. Iemand als een Victoria Pelova. Die zal ook een beetje op het randje zitten van weggaan of blijven. Dan zouden wij haar natuurlijk adviseren nog 1 jaartje. Ja. Te blijven. Maar goed, we gaan niet over. Dus we houden dat nou letterlijk in de gaten. Voor de wedstrijden op vrijdag blijf ik ook nog even bij jou, Astrid. Excelsior ADO, 3-4. Veel doelpunten. Wat was het voor wedstrijd? Ja, eigenlijk was ADO continu de bovenliggende partij. Was niks aan de hand. Maar Excelsior deed het gewoon heel erg goed met standaard situaties. Of ADO niet zo heel goed met standaard situaties. Dat zou zag je er niet zo, ik hoorde jou zeggen, zag er niet zo goed uit. Nee, zag er niet altijd goed uit. Ik denk wel dat ADO de lachende derde of de lachende vierde gaat worden dit seizoen. Het begin van het seizoen denk ik een beetje overruled door Feyenoord... en de energie inderdaad die ze leverden. Maar gewoon weer een hele goede ploeg. Veel tegenslag gehad, de ziekte van Jacques Polak. Ook weer het uitvallen van Kirsten van der Westering met de knieblessure. Ja. Maar ze blijven altijd doorzetten en ze blijven er altijd in geloven. En ik vind het ook verdiend dat ze... Nou, ik denk wel dat toetje gaan spelen van de Eredivisie. De Eredivisie Cup. Ja. Ja. Laatste wedstrijd, daar was jij bij, Heerenveen. PEC tegen Heerenveen, 1-1. Zat er ook niet meer in die wedstrijd voor jouw gevoel? Jawel, ja. De eerste helft vond ik wel echt dat wij de bovenliggende partij waren... Tweede helft wat minder. Werden we wel teruggedrongen naar onze eigen helft. Maar we hadden zeker wel met 3 punten weg kunnen gaan. Ja, volgende week nog 1 wedstrijdje voor jullie tegen Feyenoord. Ja. Thuis voor jullie. Hoe
Hoe kijk je naar die laatste wedstrijd? Dat was toch weer best een bijzonder moment voor jou. Ja, natuurlijk. Zin in. Heel veel zin in. Het is natuurlijk de laatste wedstrijd van het seizoen. En die wil je gewoon goed afsluiten met het team, maar ook voor jezelf. Dus ik kijk ernaar uit. Nog één rondje te gaan. En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? Straks praten we verder over jouw transfer ook naar PSV. Maar nu gaan we naar het spannendste onderdeel in onze talkshow. De Wie heb ik aan de lijnlijn? 2 weken geleden werd hij voor het laatst opgenomen door Wieke, kapitein van FC Twente. We hebben er even gebeld. Ze heeft hem doorgegeven. Hij lag bij ADO, maar we weten natuurlijk niet of hij daar nog steeds ligt. Dus we gaan hem nu bellen en dan gaan we het zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie hebben we aan de lijn? Jullie spreken met Dick IJzerman van de ADO-vrouwen. Van ADO? Hij is toch nog bij ADO? Ja, hij is nog bij ADO. Had jij hem vorige week ook of is hij stiekem weer gerouleerd? Nee, ik had hem vorige week niet. Hij is inderdaad gerouleerd, want iemand had niet opgenomen volgens mij. Dus er werd gevraagd of ik hem misschien wilde overnemen. En ja. Dus bij deze. Dat is gelukt. We hebben het net over jullie gehad. Want wij hebben toch wel het gevoel dat jullie de lachende, in dit geval vierde, gaan worden dit seizoen. Het is nog niet gespeeld natuurlijk. Maar hoe kijk je terug op dit seizoen van ADO? Ik denk dat we niet zo heel erg goed aan het seizoen zijn begonnen. Een beetje wisselvallig. Resultaten. Wel tegen de top 3, denk ik, goed weerstand hebben geboden, veel punten hebben kunnen pakken dit seizoen, maar dan ook weer soms punten hebben laten liggen op, ja, tegen andere ploegen, was zonde. Maar de laatste periode gaat gewoon echt goed en we doen weer goed mee. En de vierde plek is denk ik wel netjes dan. Ja, zeker. We hadden het hier net over dat jullie misschien ook een beetje overdonderd waren door de energie van Feyenoord, die ook ineens zich ging bemoeien met de derde en vierde plek. Was dat terecht? Hadden jullie dat in het begin een beetje dat je dacht, oh, ze lijken eigenlijk een beetje op ons? Ja, er werd wel ook veel vergeleken qua inzet en strijd natuurlijk. Maar ik moet zeggen, ja, ik denk niet dat we Feyenoord echt onderschat hebben of zo. Maar het is wel heel knap natuurlijk hoe zij het eerste seizoen meedoen. Dus ja, dat was gewoon een goede concurrent. En dan uiteindelijk pakken wij dan toch misschien wel die vierde plek. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Zeker ook voor jullie trainer, Jacques Polak, die natuurlijk even uit de running was vanwege zijn ziekte. Hoe is het nu met hem? Gaat goed, volgens mij. Hij is er gewoon weer even energiek als daarvoor. En hij staat weer lekker op het veld. Hij is weer lekker aan het schreeuwen tegen jullie. Precies. Of hij nooit is weg geweest. Oh, gelukkig. En hij doet hij ook weer geintjes uithalen en zo? Want dat betekent altijd dat iemand weer echt de oude is, hè? Ja, dat doet hij zeker. Dan staat hij weer met een fluit in zijn mond om de hoek. En dan komen we langs en dan blaast hij heel hard. En dan schrikken we ons allemaal rot. Dus dat is al een paar keer gebeurd. Dus hij is weer terug. Gelukkig, dat is een goed teken. We hebben hier een bingo-rad staan. Astrid gaat draaien aan het rad. Dan valt er een balletje uit. Die correspondeert met een nummer. En dat nummer correspondeert met een vraag die ik voor je heb. Ik voel me een beetje soort. Ja, het gaat heel goed. Ik heb hier... Het is B2. Oh, 2. Dus vraag 2. Oké, wat is de beste voetballer waar je ooit mee hebt gespeeld? Is het dan vrouwen of... Het is algemeen. Dus het mag ook je neefje zijn. Dan krijgt hij ook een moment of fame. Als je die hebt. Nou ja, ik moet zeggen, bij de vrouw heb ik natuurlijk met verschillende goede speelsters gespeeld. Ik heb bij de jongens wel met Gian de Regge gevoetbald. En die heeft een paar maanden terug zijn debuut gemaakt in Vitesse 1. Dus dat is heel grappig om te zien. En bij de vrouwen, je ziet Quinn bijvoorbeeld, die gaat dan naar PSV, denk ik heel terecht. Shanique ook. Nadine bij Ajax. Dus dat zijn allemaal wel namen. Ja, dat zijn goede voetballers. Ja, zeker, zeker. Nikki, dankjewel en nog een hele fijne dag. 4 seizoenen lang speelde ze voor VV Alkmaar. Dat leverde haar een transfer op naar Heerenveen. En na 1 jaar alweer maakt zij komend seizoen de overstap naar PSV, Chimera Ripa.
Ja, waarom kies jij voor PSV? Vooral een hele mooie uitdaging. PSV is natuurlijk gewoon een supergoeie ploeg. En ik kan niet wachten om te laten zien wat ik hun kan geven. Was er meer interesse voor jou dan alleen PSV? Er waren wel wat interesses. Maar ik heb uiteindelijk gewoon mijn hart gevolgd en voor PSV gekozen. Waar sprak jouw hart dan het meest naar uit qua PSV? Gevoel, het moet goed zitten. Ik moet een klik hebben met de trainer en ik moet gewoon, mijn gevoel moet gewoon juist zijn. En dat was het bij PSV. Dus vandaar was de keuze niet heel moeilijk. Nee, en bedoel, je zag ook wel dat ze een spits nodig hadden. Ja. Ja, zeker. Als aanvaller, als je aanvaller bent en je ziet dat het dit seizoen niet heel lekker gaat in de aanvalslinie van PSV, is het wel mooi voor jezelf, voor mij althans, om mezelf daar dan te laten zien wat ik wel kan brengen in de aanval voor hun. Want kwamen ze al vrij snel in het seizoen, want je hebt natuurlijk slechts eigenlijk maar één seizoen bij Heerenveen gespeeld. Je had het al laten zien bij VV Alkmaar. Heerenveen was denk ik dan een hele goede tussenstap voor jou. Ja, zeker. Je had ook al aangegeven dat daar natuurlijk je plafond niet lag in principe. Maar kwamen zij dan al snel in het seizoen van, hey, bij ons gaat scoren niet zo lekker? Best wel eigenlijk. Ik heb ook getekend in januari, februari. Dus dat was ook al vrij snel. En het was ook al vrij snel bekend dat ik daar naartoe zou gaan. Maar je wou niet halverwege al komen? Ik heb gekozen om gewoon netjes het seizoen af te sluiten. En ik zit natuurlijk ook in mijn laatste jaar van mijn opleiding. Dus ik denk wel dat ik de juiste keuze heb gemaakt om gewoon netjes af te sluiten. Ja, nou, ik denk dat Heerenveen daar ook best wel blij mee zal zijn. Het seizoen van PSV nu was eigenlijk gewoon niet zo goed. Is het dan iets wat je met een schuin oog in de gaten houdt en ook misschien toch een heel klein beetje van baalt, omdat je dus dan volgend seizoen niet die Champions League speelt? Ja, tuurlijk. Maar in mijn hoofd gaat het dan om van, dan probeer ik PSV te helpen om komend seizoen wel de Champions League te halen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Hoe kijk jij eigenlijk naar al die nieuwe speelsters die ook bij PSV komen? Dat zijn straks al jouw nieuwe teamgenoten. Dat zijn grote namen. Ja, zeker. Maar dat geeft mij juist wel de drive en extra motivatie om gewoon elke keer 100% te geven. En ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Ja. Met grote namen ben ik niet gewend. Dus hoe ga ik zelf daarmee om? En hoe gaan ze om met mij? Zo. Dus, ben benieuwd. Ik denk dat het scheelt ergens dat het bijna, ik zal niet zeggen een heel nieuw team is, maar er zijn zoveel nieuwe speelsters dat als die allemaal bij elkaar komen, dan moet je bijna weer opnieuw beginnen. Dat is eigenlijk, dat zal wel schelen, want niet iedereen kent elkaar. Dus wat hebben ze tegen je gezegd, ook qua speelgarantie? Want ze moeten bijvoorbeeld niet nu nog een hele grote spits gaan halen. Dat hoop ik niet, nee. Ik laat het eigenlijk gewoon een beetje op me afkomen en ik moet mezelf gewoon laten zien. Dat is het. En als de trainingen goed gaan en eventueel speelminuten of het nou wel of niet veel is. Ik doe gewoon altijd mijn best en dat komt vanzelf wel. Van wie hoop je het meeste te leren daar? Ik denk vooral van de trainer, maar ook het team. Hoe gaan we op elkaar, raken we snel op elkaar ingespeeld? Maar ook van mezelf. Ga ik nieuwe dalen kennen? Wat zijn mijn dieptepunten? Krijg ik ook hoogtepunten? Wat zijn die dan? Hoe ontwikkelt dat zich? Dus ik denk dat. Nu woon je nog in Amsterdam. Ga je dan ook in Brabant wonen? Ja. Nee, ik woon in Heerenveen trouwens. Oh, je woont in Heerenveen? Ja, mijn moeder woont in Amsterdam. Oh, sorry. Je moeder woont in Amsterdam. Ja. Maar je gaat dan naar Brabant. Weet je al een beetje hoe dan je woonsituatie gaat zijn? Zal dat weer ook met andere teamgenoten zijn bijvoorbeeld? Ja, dat is nu wel het plan. Maar ik ben wel een huisje voor mezelf aan het zoeken. Dat doet menens. Ga ineens naar Brabant, joh. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel, je hebt daar wel ook wat mensen nodig. Kijk, als het minder goed gaat, hoe denk je dat je daarmee om zou gaan als mensen niet direct in de buurt zijn? Nou is Nederland natuurlijk niet zo groot, maar... Ik had dus dit jaar al een voorproefje, want ik woon nu ook op mezelf in Heerenveen. Of nou met teamgenoten, maar wel van ver weg van de mensen die dicht bij me staan. Dus daar kon ik al wat een beetje van proeven. En tot nu toe is het gewoon goed gegaan. Dus, ja,
Je lijkt me ook niet het type dat, dat stil in een hoekje gaat zitten en denkt, nee, nou, ik zoek het wel uit. Nee, zeker niet. Nee. En hoe trots ben je dan eigenlijk als je dan... Dan ga je naar Eindhoven, dan weet je, dan zie je dat Philipsstadion. Je weet, ik ga tekenen. Wat gaat er dan door jou heen? Ja, een momentje van lekker Mera. Dat heb je gedaan. Dus ja, ik ben zeker trots op mezelf. En natuurlijk ook dankbaar voor de mensen om me heen. Die hebben me ook geholpen, gesteund. Dus ja. Hebben zij ook gelijk gezegd, doe maar, ga maar naar PSV? Of was het van, nou, misschien ga nog een jaartje bij Heerenveen? Waren er twijfels? Nee, het was wel gaan. Ja. Ja, ja. Gaan, vieren de banden. Maar de bedoeling, ik heb ook gezegd, de bedoeling was van... ik ben een jaartje, probeer ik mezelf hier te ontwikkelen. Nog steeds zoveel mogelijk. Dus dat is snel gelukt, gelukkig. Ik heb een jaar nodig gehad, gelukkig. Ja, dat is heel kort eigenlijk, maar... tot slot, wat is nou je ultieme doel voor komend seizoen, voor jezelf? Toen ik naar Heerenveen kwam, had ik die wel. En die heb ik dus bereikt, nationaal en een mooie transfer. Naar PSV weet ik eigenlijk nog niet zo. Ik denk dat ik het vooral op me af laat komen. En vanuit daar kijk van, oké, wat wil ik bereiken? En zijn het kleine doelen? Wat wil ik bereiken qua grote doel? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar zouden dat ook stapjes kunnen zijn? Is het een klein doel wat je al voor ogen hebt? Van nou, hier kan ik aan werken om echt een betere spits te worden? Ja, zeker, zeker. Als we praten over kleine doelen, dan kan ik er wel veel verzinnen. Ik kan werken aan mijn afronding. Ik kan werken aan mijn coaching, aan mijn duelkracht, aan mijn snelheid. Dat is ook wel... Werk aan de winkel. Ja, dat zijn wel denk ik heel veel doelen. Maar ik denk dat je een hele mooie stap hebt gemaakt. En wat ik al zei, we hebben het heel veel over je gehad. Ook in deze talkshow. We hebben je goed in de gaten gehouden. Dus een mooie transfer. Gefeliciteerd daarmee. En volgend seizoen gaan we jou weer in de gaten houden natuurlijk. En wie weet wat er dan weer na een jaar gaat gebeuren. Nee, ik zal het wel iets langer. Ik zal de druk er niet op leggen. Nee. Dankjewel, Shamira. Het hele seizoen zijn we op zoek naar de allerleukste amateurclub om als meisje of dame bij te voetballen. We hebben allerlei nominaties binnengekregen, de stemmen zijn geteld, de juryrapporten zijn opgemaakt en het is tijd om de winnaar te vertellen van de ING Leukste Club Award. En dat is geworden, roffeltje dames, dat kunnen we. DTS uit Ede. Welkom bij, je raadt het al, de beste club van Nederland. We staan hier op veld 1 van het prachtige DTS Ede, waar ons vorige week ruim 1500 mensen aan het supporten waren bij de wedstrijd tegen Ajax. Met het blauw-witte hart van onze spelers, spulsters, trainers, staf en alle andere clubleden zijn wij trots dit DTS doel te dragen. Is DTS Ede de beste club van Nederland. We spelen met de vrouwen op het allerhoogste niveau. Daarnaast worden we gelijk behandeld met de heren. We hebben de allerleukste vrijwilligers, de beste derde helft. DTS is gewoon de beste club van Nederland. Ja, ze waren zelf wel heel erg overtuigd in dit filmpje. Maar het is hun dus ook echt gelukt. Vanavond dan gaan wij zelf naar Ede toe. Gaan we die award uitreiken. We gaan natuurlijk beleven hoe de beste derde helft eruit gaat zien. Daar kijk ik enorm naar uit. Toch, Audrey? Ja, ik mag het hopen. Mag hopen dat het een echt goede derde helft is. En wij gaan daar de award uitreiken. Er wordt ook een kleine wedstrijd gespeeld met een aantal van onze experts. En dat wordt denk ik een leuke avond. Dus wil je weten hoe dat eraan toe gaat... Volg ons dan op onze socials en luister vooral volgende week naar onze talkshow. Oranje Leeuwinnen, The Road to England, update. Nog maar 54 nachtjes slapen en dan is het zover. Dan trapt het Nederlands elftal in Sheffield af tegen Zweden op het EK. De Eredivisie-speelsters hebben nog 1 speelronde... en sommigen misschien nog een Eredivisie-cup om te laten zien wat ze waard zijn. Astrid, je bent nu commentator bij ESPN. Ja, ding was eigenlijk helemaal begonnen dus in 2015 bij het WK. Maar hoe ga je dan dit EK volgen? Het was heel tof geweest als ik erbij was geweest. Maar het zal nu vanaf mijn eigen bank zijn. Wel met heel veel spanning. Ik denk dat we ook iets aan onze stand verplicht zijn. Maar we hebben het ook best lastig. Je zag dat ook eigenlijk op de Olympische Spelen. Het waren hele grote uitslagen. Maar in verdedigend opzicht was het...
af en toe knijpen. Ja. Ja, ik zie er heel erg naar uit in Engeland met Parson. En ja, ik ben heel benieuwd. Ja, Chimera, jij gaat natuurlijk ook wel kijken. Ja, tuurlijk. Ja, waar ga jij dan het meest op letten? Let je dan ook nog voetbaltechnisch op dingen? Of is het gewoon puur supporter kijken? Allebei wel een beetje. Ja. Ja. Als er natuurlijk wordt gescoord, ben je natuurlijk super blij. Maar je let ook bijvoorbeeld als spits zijn, let je ook wat meer op de aanval van wat zou ik zelf daar doen? Van oh ja, dat is echt goed wat ze doet. Daar kan ik ook op trainen. Zo. Dus, ja, dat snap ik ook wel. Je kijkt er met een andere bril. Deze week is ook bekendgemaakt dat de uitzwaaiwedstrijd gespeeld zal worden op 2 juli tegen Finland. Finland kennen we van het toernooi de France. Toen hebben we met 3-0 gewonnen. Maar dat was helemaal niet, zeg maar, met de basiself. Nee, zeker dus, niet. Nou ja, wat gaan we maken? 11-0. Nee, daar gaan we natuurlijk makkelijk overheen, nee, zou je zeggen. Ik denk het wel. Ik hoop het ook. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil van een uitzwaaiwedstrijd. Dat je even met de mensen met wie jij hoopt te gaan spelen, dat die elkaar even kunnen vinden. Dat je gewoon een beetje rusteloos vertrouwen in elkaar kan vinden. Dat is wel wat je van zo'n uitzwaaiwedstrijd hoopt. Thuis spelen, dan heb je toch wat vertrouwen om naar zo'n toernooi te gaan. Lijkt me niet fijn als zo'n wedstrijd tegen Spanje of Engeland of zo is. Dus ik denk dat dat ook wel de bedoeling is van die wedstrijd. Ja, dan hadden we nog dit weekend goed nieuws uit Spanje. Want Barcelona van Lieke Martens kreeg het Atletico Madrid van Merel van Dongen op bezoek. Het werd 2-1 voor Barcelona. Maar het beste nieuws, dames en heren, kwam toch wel in minuut 81. Toen Lieke Martens weer terugkwam op het veld. Dus dat geeft goede hoop voor het EK voetbal. En ook in Duitsland was iets te vieren voor de Oranje fans. Want Janice van der Zanden mocht invallen bij landskampioen Wolfsburg en scoorde. Dus wie weet gaat ze toch nog mee? Want dat vind ik toch het meest dat ik denk, ik weet het niet. Wat denk jij, Astrid, gaat Van der Zanden mee? Ik zou het de ploeg wel gunnen, omdat zij, naast dat het ook een goede pinch hitter is, zou ik willen zeggen. Zij doet wat in het team. Zij brengt sfeer, zij brengt sfeer in het stadion, in de ploeg. En dat is volgens mij minstens zo belangrijk als voetballend vermogen. En dat zit er sowieso wel in de ploeg. Dus ik hoop er wel op. Ja, ik hoop het ook enorm. Chimera, nog, hoe lang nog voordat jij erbij zit? Een jaartje, hè? Je hebt altijd maar een jaar nodig, jij. Zeg maar een jaar. Ja. Nee, ik weet het niet. We gaan het zien. Ja, je bent er natuurlijk hard aan mee bezig. En de vorige keer dat er bij PSV een spits rondliep en begon met scoren, toen hebben we gezien waar het toe leidt. Dus we hopen het heel erg. We hopen het heel erg. We zijn er bijna doorheen. Eerst ga ik je nog even laten weten wie de gelukkige winnaar is van de 2 kaartjes voor Ajax Twente. De officiële kampioenswedstrijd in Amsterdam volgende week. Dat is geworden Anouk. Ze vertelde dat ze groot fan is. Op 18 april wilde ze ook heel graag naar een wedstrijd. Maar toen was haar oma net overleden. Nou, dat vinden we natuurlijk heel verdrietig nieuws. En daarom krijgt zij 2 kaartjes voor de grote kampioenswedstrijd van FC Twente. We zien je daar. Veel plezier. En voor deze week hebben we ook een hele leuke prijs. En Chimera weet hoe dat zit. Een mooi shirtje voor Heerenveen. Van Heerenveen. Kijk. Wat mensen daarvoor moeten doen. Daarvoor moeten ze onze socials in de gaten houden. Er wordt een fotootje gemaakt van mij en Chimera. En dan moet je daarop reageren. En wie weet wil je dan wel het shirt van Heerenveen. Dan is dit het moment. De allerlaatste keer om te stemmen voor de beste speelster van afgelopen speelronde. Iedereen mag iemand nomineren. Ik zie Chimera denken, zal ik om mezelf stemmen? Nee, joh, nee. Ik geef jou nog iets meer tijd. Ik begin bij Astrid. Oh jeetje, maar ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Sorry. Oh. Doe je dan. Dan mag jij nog even denken. Renate Jansen of Victoria Perlova. Ik denk dat ik voor Perlova ga. Omdat ik vond dat Ajax gewoon echt heerlijk aan het aanvallen was. En haar creativiteit is daar wel een grote rol in. Dus, zeker. Ja. Perlova weer. Ja, stem op haar. Ik nomineer toch iemand van de vrijdag. En dat is van de verliezende partij. Ja, is van Excelsior, Sabrina Luzi. Zij staat er altijd, ook als de ploeg helemaal in geslagen positie is. Ze neemt dan wel die penalty. Ik denk ook dat zij een verdiende transfer. Nou, Feyenoord inderdaad. Mooie nominatie voor haar. En Mira, aan jou de laatste. Ja, ik denk Fena Kalman. Ja, ja.
Ja. Ja, als je er 32 scoort in een seizoen. Ja, maar niet uit hoe ze scoort. Dus. Nee, ja. Ja, dat is waar. Ja, als spits kan je dan ook bij niet anders dan daar veel respect voor hebben. Ja, dus. Inderdaad. Ja, weer een stem erbij voor Fenna Kalma. De stemmen worden bij elkaar opgeteld. En binnenkort komen we met de uitslag. Volgende week, dan is de laatste aflevering van dit seizoen. Alles over het kampioenschap, de Champions League, de leukste Club Award. Kortom, alles komt samen, de ontknoping. Dus wees er vooral bij. Dankjewel dat je er vandaag bij was. En tot volgende week, tot de laatste.